het onderzoek wat wij nu gaan doen, of wat we nu net hebben gedaan in Turkije, dat gefinancierd wordt vanuit het Universiteitsfonds. Dat gaat over kinderarbeid onder Syrische migranten in Turkije. En hetzelfde gaan we doen in Noordwest-Afrika. Daar zijn we nu bezig met, dat is een ander project dat ook gefinancierd wordt vanuit het Universiteitsfonds. Overigens werken we daar ook wel samen met Buitenlandse Zaken. Dit onderzoek vanuit Turkije en vanuit Noordwest-Afrika, dat maakt het plaatje eigenlijk mooi compleet. Dus ik hoop dat we met al die lijntjes uiteindelijk een gewoon wat completer beeld krijgen. Dus dat is eigenlijk, dat vind ik het belang van dit onderzoek. Zodat we ook, nou ja, niet alleen de maatschappij en de migranten-asielzoekers beter kan begrijpen, maar dat we ook in het beleid daar en ook in de opvang van asielzoekers daar meer rekening mee kunnen houden. Want ook in de asielzoekerscentra is gewoon ook een tekort aan psychische opvang voor de asielzoekers. En als we beter weten van wat hen is overkomen, en los van het vluchtelingenverhaal, dan kunnen we daar ook beter rekening mee houden.